Fixing past mistakes, saving the euro, strengthening the European Union. These are the kind of things we hear day in, day out. But the plans to achieve this are a statutory destruction of the welfare state. What we need is a completely new project for a social Europe where people come first. We moeten de euro redden om onze welvaart te verzekeren. Wiens welvaart? Wiens welvaart is nu verzekerd door die maatregelen om de euro te redden? Wel, al zeker niet de welvaart van die miljoenen mensen in Spanje, in Italië, in Ierland, in Griekenland, die daardoor hun job kwijtgeraakt zijn, of een veel lagere uitkering krijgen, of pensioenrechten verloren zijn, en zo meer. Dus wat is dat nu? Dat is een enorme leugen. Dus heel vaak, wanneer ik mensen hoor die zeggen van ja, de EU heeft nu de mogelijkheid om sterker te worden, om zich te verdiepen en wat weet ik al, dan gaat dat eigenlijk over het perfectioneren van de idee van de EU als een vrije marktomgeving. En dus die crisis wordt nu aangegrepen door een aantal actoren in de politiek en in de rest van de wereld, met name in de zakenwereld, om de maatschappij te herscheppen. What is going on is a silent revolution. A silent revolution in terms of a stronger economic governance by small steps. The member states accepted, I hope they understood exactly, but they have accepted very important powers of the European institutions regarding surveillance. Economic governance is the new buzzword. Through various budget treaties, austerity measures are made permanent. Troika for all. C'est l'austérité qui est institutionnalisée. Donc on veut graver dans le marbre une politique gouvernementale qui a prouvé qu'elle était totalement inefficace, voire complètement destructrice d'un point de vue social et économique. Donc effectivement, la question fondamentale à se poser, c'est pourquoi on continue à le faire ? Et qui en profite? En fait, si on analyse les politiques qui ont été mises en place ces 30 dernières années, elles ont systématiquement servi les intérêts du 1%, de la classe minoritaire, de la classe capitaliste, au détriment de la majorité de la population. Nu heeft men het gevoel dat men de vlucht vooruit wil nemen zonder enig debat over het debacle dat voor onze ogen zich afspeelt. Normaal zou je nu mogen verwachten dat er een debat is over het economisch beleid van 10 jaar euro. Men slaagt die stap gewoon over en men zegt nee, we moeten nu nog meer Europa hebben. En meer nog, dat nieuwe, sterkere Europa zal exact hetzelfde doen, alleen deze keer met meer bevoegdheden. Dat is wat Barroso een silent revolution noemt. Een soort stille staatsgreep, omdat volgens sommigen Europa alleen maar kan overleven als een sterke, autoritaire, concurrentiële staat die de wereldslag kan winnen met de VS, met Japan en met de opkomende landen. En als dat betekent dat men in die filosofie heel Europa tot een ruïne moet herschapen, dan zal men heel Europa tot een concurrentiële ruïne herschapen. Dat is de filosofie die ons tot die crisis heeft gebracht en die de toekomst van Europa zal hypothekeren als ze niet gebroken wordt met een alternatief project. Europe is ours. But in this crisis, it's becoming painfully obvious that this project has become hijacked by the big financial and industrial lobbies. Is this really the Europe we want? If we want to win back Europe, we too will have to seize this historic moment. We hebben een heel breed democratisch debat nodig over de maatschappij, een maatschappijdebat. Willen wij een Europa van concurrentie en ongelijkheid? Of willen wij een Europa van gelijkheid en solidariteit? Willen wij een Europa waar iedereen een toekomst kan uitbouwen, waarin dat de behoefte van de bevolking de belangrijkste motor is van de economie en niet het maximale winststreven? En waar dat die sectoren die systemisch
schragend zijn, die ondersteunend zijn voor de samenleving, die too big to fail zijn, dat die in collectieve publieke handen zijn. Dat is een soort socialisme 2.0, maar wij kunnen daar maar geraken als er radicaal democratische maatregelen zijn die voor zuurstof zorgen en als er een heel breed maatschappijdebat wordt georganiseerd waar iedereen aan kan deelnemen en moet deelnemen. A los jóvenes os corresponde inventar una forma nueva de hacer política. Cuando se hicieron los primeros sindicatos a finales del siglo XIX, era un invento. No había un proyecto, no había un plan. Bueno, pues ahora tenéis que organizar y tenéis que desarrollar cómo hacer política de una manera distinta. Y yo creo que se está haciendo y que gradualmente se llegará. Lo que pasa es que no se inventa una nueva forma de hacer política ni con un mapa, ni en 5 días, ni en 6 meses. Kijk, de situatie zou redelijk uitzichtloos zijn als er geen verzet zou zijn. Maar dat is niet het geval in Europa. Je ziet de kiemen van een bepaalde Europese lente. Alleen staan wij voor een periode van verdieping van de crisis, van enorme conflicten. Je gaat een conflict hebben tussen die bezittende klasse, dat establishment, dat haar macht niet zomaar goedschik zal afgeven. Je zal dat met een hele brede groep van mensen op continentale schaal mee moeten afdwingen. Alles wat we hebben verkregen in de afgelopen 100 jaar, dat is allemaal in essentie afgedwongen door sociale collectieve actie. Die krachtsverhoudingen zoals die waren opgebouwd, zijn opgebouwd door strijd. Vandaag zie je dat de strijd komt vanuit het establishment om al die verworvenheden af te bouwen. Ze zullen verdedigd moeten worden en ze zullen nog verder uitgebouwd moeten worden door nieuwe strijdvormen te combineren met de oude strijdvormen, door vakbonden te combineren met de mensen van Occupy, door de mensen van de milieu- en de klimaatbeweging in te schakelen met de mensen van de arbeidersbeweging en door vanuit die verschillende strijdtonelen eigenlijk een fusie te maken van een grotere beweging. Want dat is precies de kracht van een nieuw soort maatschappij, dat ze deze keer wel democratisch zal gedragen zijn.